staan op hol A9 van de Kennemer. Ik heb 8 holes gespeeld. Ik weet dat ik vandaag mijn veet wat makkelijker sla. Maar in windige condities moeten we natuurlijk goed kijken van welk schot gaan we spelen. Dus het begint met het plan wat je maakt op de tee. Wat is je landingszone? Wat is een goed mikpunt? Hoe ver verwacht je de bal te slaan? Allemaal elementen die je meeneemt daarin. Nou, het landingsgebied is eigenlijk wat breder dan we zien vanaf de tee. Dus dat moet je weten. Dat helpt als je de baan kent. Maar dat kun je ook al van tevoren op een scorekaart vaak wel zien, hè, waar de ruimte ligt op een hole. Dus mijn mikpunt zou hier zijn, hè, de wind staat wat van rechts naar links. Ik weet dat ik die veet sla, dus ik verwacht dat die veet wat minder zichtbaar wordt als ik hem gewoon sla, omdat de wind de bal tegenhoudt in de lucht. Dus dan krijg ik een vrij rechte balvlucht. En voor een rechte balvlucht is het mikpunt het huis in de verte. Dus daar ga ik op mikken en ik ga vertrouwen dat de veet in mijn slag komt. En vanaf hier ga ik me committeren aan mijn doel. De bal deed precies wat ik wilde. Hij vertrok op het huis. Ik voelde dat er een neiging tot veet in zat, maar we zagen eigenlijk een rechte balvlucht. En hij ligt nu net links op de fairway, wat een ideale plek is om de green aan te gaan spelen. Vanaf de tee heb je vaak te maken met crosswind. Het is niet zo dat de wind altijd kaarsrecht mee is of vol tegen is. Vaak komt hij van de zijkant en dan is het belangrijk om in de gaten te houden hoe die wind precies staat. Helpt hij nog een klein beetje of schaadt hij een klein beetje? En hoe staat hij ten opzichte van jouw normale balvlucht? Dus als je normaal een hele grote slice slaat en je hebt de wind van links naar rechts meestaan, dan zal die slice uitvergroot worden. Dus dat betekent dat je mikpunt eigenlijk meer links mag komen. Dat kan betekenen dat je bijna in de rough gaat mikken. En je intentie mag dan ook zijn om naar dat target te slaan, naar je nieuwe doellijn te slaan. Daar gaat het vaak fout, dat mensen wel genoeg op links gaan mikken. Maar vervolgens toch in de swing denken, ja, maar daar is de fairway, daar moet hij naartoe. En dan krijg je alsnog dat het blad heel erg open gaat blijven voor die slicers, waardoor die bal helemaal verder naar rechts gaat. Dus het is goed om in de gaten te houden, waar komt die wind vandaan? Nou, dat kun je ook doen als je het niet zo goed voelt op een baan, door van tevoren even op de scorekaart op het platte grondje te kijken van waar heb je hem wel duidelijk gevonden. De meeste scorekaarten hebben een platte grond op de scorekaart staan. Wat ik van tevoren ook doe, is als ik ga spelen, is eventjes het weerbericht controleren. Waar komt vandaag de wind vandaan? Hier is de standaard wind zuidwest en daar is de baan ook op aangelegd. Dus normaal gesproken heb ik wel een idee hoe deze baan speelt. Is de wind nu in één keer heel anders? Dan is het fijn als ik daar al een beetje mijn mindset op heb aangepast. Als ik daarop ingesteld ben dat sommige holes die normaal relatief kort spelen, in één keer een stukje langer spelen. Dus dan kan het betekenen dat mijn scoringsverwachting op bepaalde holes even wat anders mag zijn. Dus dan ga je in wind kun je ook heel goed de par van de hole voor jezelf aanpassen. En dat kun je op de tee doen. Als je voelt dat je heel veel wind tegen hebt en je merkt van nou die wind die kost me zo'n 15 tot 20 meter per slag. Dan speelt die hole over 2 slagen al eigenlijk 40 meter bijna langer dan normaal. Dus dat kan betekenen dat je een veel langere club naar de green moet gaan slaan die je minder controle geeft. Maar het kan ook, en dan kun je ook de keuze maken van je gaat deze hole meer benaderen als een hole waar je in plaats van 2 slagen naar de green in 3 slagen naar de green gaat. Dus dit is een stukje strategie wat je kan gebruiken en dat begint bij kennis van de baan, van je spel en ook van de elementen. Vandaag valt het nog mee met de wind, het is een lekker briesje. Je moet er absoluut rekening mee houden, maar er zijn natuurlijk ook dagen dat het hier echt spookt. En dan zul je nog wat meer aanpassingen moeten doen. Dus vanaf de tee, bij het optieën van de bal, zou ik normaal gesproken adviseren voor de meeste golfers om de bal 1/3 van de bal ongeveer boven het clubhoofd uit te laten steken. Gaat het nou echt harder waaien, dan willen we toch die bal in het midden blijven raken. We brengen de balpositie iets verder terug naar het midden, een bal verder terug dan normaal. En ik zou hem een centimetertje lager optieën. Dus niet te laag, want dan raak je de bal te laag in het clubblad. En dan krijgt hij wel een lager vertrekhoek van de bal, maar dan krijgt hij ook te veel spin en dan gaat hij weer klimmen. We willen hem in het midden van het blad blijven raken, dus daarvoor moet hij hoog genoeg opgetied zijn. Dus mijn normale tee-hoogte zou dit zijn. En nu als het wat harder waait, ga ik naar iets lager. En dit is dan de aanpassing die ik qua tee-hoogte doe, niet te extreem. Voor harde wind mee kan ik de bal iets hoger optieën en dat geeft me iets meer ruimte om de bal in de opzwaai van de swing te raken. Dat helpt dan ook als ik de balpositie iets meer naar voren ga plaatsen. Dus waar ik hem met een standaard schot binnenkant van mijn linkervoet heb, kan die nu weer een balletje verder naar links.
Dan kom ik de bal iets later tegen. Dus de club heeft meer tijd om eigenlijk alweer de lucht in te gaan bewegen. Maar in dat de lucht in gaan bewegen, begint die club ook alweer meer naar links te bewegen. Dus om daarvoor te corrigeren, helpt het om een fractie verder op rechts te gaan mikken. Met mijn lichaam en ook langs die lichaam te swingen. Dus het voelt misschien een beetje alsof je de stand aanneemt voor een draw. Maar je swingt gewoon in de richting van je lichaam. En door het latere raakpunt bij de bal krijg je een hogere vlucht die vrij neutraal zal gaan. We staan hier op A3. Het eerste wat ik doe als ik aankom op een hole is informatie verzamelen. Ik wil weten hoe ver is het naar de vlag? Hoe ver is het naar de voorkant? Is er ruimte achter de vlag? Hoe staat de wind? Is er hoogteverschil? Allemaal hele belangrijke elementen. Vandaag hebben we het vooral over wat doet die wind. Maar al die elementen wil je meenemen en wil je wegen in je keuze. Dus het is 140 meter naar de vlag. Voorkant green is 130. Maar eigenlijk moet je op de eerste 6, 7 meter van de green niet zijn. Want dan rolt je bal weer terug de green af. Dus hij moet minimaal 136 meter vliegen. Om bovenop te kunnen blijven liggen. De green ligt iets hoger, een meter of 4. En dat zal ook een meter of 4 extra afstand geven op mijn carry. Dus ik moet eigenlijk uitgaan van 140 meter minimale carry om daar te komen. En dat is nog zonder de wind. De wind hier is van rechts naar links. Nou, als ik twijfel over waar die vandaan komt, kan ik altijd wat gras opgooien. Kijken naar de wolken. Ik kan ook refereren aan een andere hole die ik al gespeeld heb door mijn scorekaart met het platte grondje erbij te pakken. En te kijken van nou, hoe stond de wind op die hole en hoe ligt deze hole die ik nu speel ten opzichte van die andere hole. Waar het misschien wat duidelijker was. En dan kun je een beter beeld krijgen van de wind. Nou, hier is hij iets van rechts tegen, maar voornamelijk tegen. Dus, en hij is wat zwakker nu, dus ik denk dat de wind nu zo'n 10 tot 15 meter van mijn afstand afhaalt. Dus ik ga nu inmiddels al uit van 155 carry. Ik heb een 7 in mijn handen en eigenlijk is dat dan niet genoeg club. Dus ik kan hem proberen te forceren, maar dan gaan we weer meer spin op de bal krijgen. Gaan we meer hoogte krijgen en dan gaat hij het zeker niet halen. Dus ik ga hier voor een ijzer 6. Oké, dat was een goede bal. Hij ligt op de green, iets links van de vlag. Maar hij haalde het maar net, dus het was goed dat we niet naar die 7 zijn gegaan, maar dat we echt de 6 hebben genomen. Nou, de aanpassingen die ik deed om die bal dus wat lager te spelen, waren in plaats van normale balpositie de bal iets terug in de stand. Een balletje terug, gewicht fractie op links en een mooie rustige overgang van achterzwaai naar neerzwaai. Dat gaf me een wat lagere vertrekhoek. Stel, het is nou wind mee, dan zou ik hem wat neutraler kunnen spelen. En dat is wel een interessant weetje. Op het moment dat je wat meer wind hebt, dan schaadt wind tegen je bijna 2 keer zoveel als dat wind mee je helpt. Dus vaak denken we in, het is vandaag 1 club extra wind. En als je dan wind mee hebt, zal die 1 club verder gaan. En wind tegen, zal die 1 club of 10 meter korter gaan. Maar in de praktijk blijkt dat wind tegen veel meer lengte van je schoten afhaalt dan wind mee je helpt. En die lengte bij wind mee, die wordt vooral ook gewonnen door het uitrollen van de bal. Dus we denken ook vaak dat die bal in 1 keer veel verder gaat vliegen. Maar het is juist wat moeilijker om die bal in de lucht te houden. Maar als die landt, dan komt die vlakker in, met meer snelheid en rolt hij dus ook verder uit. En dat lijkt vaak een voordeel dat je meer lengte kan halen, maar het geeft ook wat minder controle bij het aanspelen van de green. Dus als ik dit schot met wind mee zou spelen, dan zou ik hem eerder de bal ook eventjes iets optieën. Voor een ijzerschot vanaf de tee hoef je hem niet per se op te tieën. Zeker als je hem laag wil houden, heb ik hem nu net niet opgetied. Maar die hogere bal die tee ik wel iets meer op. En vanaf daar kan ik mijn balpositie wat neutraler houden. Dus zelfs iets verder naar voren. Om met wat meer loft door die bal heen te komen. Daarmee lanceer ik de bal wat hoger. Waardoor die makkelijker die wind meepakt, maar waardoor die ook vooral wat rechter naar beneden gaat vallen, zodat die niet te ver uit gaat rollen. Want daar moeten we op letten dat we die uitrol goed krijgen. En dan zou die swinger ongeveer zo uitzien. De term die de meeste golfers kennen, als we het hebben over spelen in de wind, is de punchslag. En de punch is eigenlijk een bal die wat extremer is dan alles wat we hebben besproken tot nu toe. In plaats van dat de bal een klein stukje naar achteren gaat in de voetenstand, gaat hij meteen wat meer richting de rechtervoet.
Gewicht is op links en dit zorgt ervoor dat de club echt wel een stukje steiler aankomt. En dan zal ik ook wat makkelijker de grond raken, maar zolang ik eerst de bal goed raak, dan krijgen we vooral een lager vertrekkende bal. Hij zal nog steeds best wel wat spin hebben, dus dat geeft niet extreem veel uitrol zodra die bal landt. Maar in ieder geval heeft hij een wat lager traject bij het vertrekken. En dat kan met hele harde wind, is dat sowieso natuurlijk wel handig om te hebben. Nou, hoe speel ik deze bal? Ik plaats de bal dus rechts van het midden, gewicht is links. En wat ik zelf doe is altijd een klein beetje meer op links gaan mikken met mijn lichaam. Dus ik ga wat openstaan ten opzichte van mijn baldoellijn. En dat zorgt ervoor dat de club niet te veel van binnen komt. Dus dat de club eigenlijk neutraler aankomt. Dit is dus de extreme versie. Die zal ik echt alleen maar gaan gebruiken als het echt nodig is. We hebben verschillende situaties vandaag gezien op de Kennemer en hoe je het beste in de wind kan gaan spelen. Wat zijn de aanpassingen die jou helpen? Dat is iets wat je toch echt ook zelf moet gaan ontdekken. Dus ik wens jullie heel veel plezier met oefenen en succes in de baan de volgende keer dat het hard waait.